Hallo, wat leuk dat je hier op mijn Patreon-pagina beland bent. Welkom. Echt heel fijn dat je het gevonden hebt en dat je geïnteresseerd bent in het steunen van mijn allernieuwste project. Ik ben namelijk bezig met het schrijven van een toneelstuk. Het toneelstuk is geïnspireerd door een korte verhaal die ik ingezonden had en gepubliceerd is geweest in de antologie getiteld De Goede Immigrant. Die is uitgegeven door Dipsaus en uitgeverij Pluim. En ik heb daar toen een kort verhaal ingestuurd. En het kort verhaal ging over een drietal karakters die ook lang na de inzending en de publicatie eigenlijk heel lang in mijn hoofd zijn blijven spoken als het ware. En ik voelde me geroepen om hen tot leven te brengen. Dus ik bedacht, ik ga een Patreon-pagina, ik ga een toneelstuk schrijven. Maar zoals je misschien ook zelf weet, is het best moeilijk om steun te vinden voor dit soort projecten. Zeker als je als allereerste keer dat je een toneelstuk wil schrijven. Dus ik dacht, misschien willen de mensen die mij volgen en die geïnteresseerd zijn in wat ik denk een hele spannende en mooie verhaal is, om die te vragen om met mij om mij daarin te steunen. Vandaar dat ik deze Patreon-webpagina ben begonnen. En welkom. Ik kan je nu al heel veel vertellen over het toneelstuk en het verhaal. Maar ik denk dat het beter aan is als je gewoon een Patreon wordt. En dat je dan van binnenuit in de pagina mee kan kijken. Natuurlijk kun je op vele verschillende manieren steunen en op verschillende niveaus. Wat heel leuk is aan deze Patreon community, gemeenschap die ik graag zou willen bouwen hieromheen, is dat je door Patreon lid te worden, dat je ook mee kan denken misschien ook wel. En zeker kan volgen hoe het verhaal tot stand komt. Dus ik ga een aantal video's opnemen. Het liefst live, waarin ik dus het proces beschrijf. En echt tot de diepste details uitleggen waar ik aan het doen ben en waarom. En ruimte maken voor jullie om ook mee te denken. Ja, ik denk dat dat heel spannend zou kunnen zijn. Zeker als je geïnteresseerd bent in theater of gewoon geïnteresseerd bent in gewoon hoe je leuke verhalen kan schrijven. Ik hoop dat dit een leuk verhaal is. Ik denk het wel. Dus ik zou zeggen, join mijn Patreon en misschien leer je wat nieuws of leer je mij wat nieuws. Ja, maken we er een leuke gemeenschap van. Ik vind het heel spannend. Dit is de allereerste keer dat ik zoiets doe. Ik weet niet zo goed hoe dit gaat uitpakken. Maar ik hoop dat jij en de vele anderen die hopelijk gaan joinen, daarin geduldig zullen zijn met mij. En dat we er samen wel uitkomen. Oké, nou, word Patreon-lid en kom naar binnen en ontdek wat we aan het maken zijn. Oké, doei!